bezoek. Mina en Anna waren beiden midden zeventig en al hoogste niet zo so lange vriendinnen en buurvrouwen. Geen ene van beiden had zelf een rijbewijs. Maar allebei hadden ze wat kinderen die af en toe met een auto kwamen rijden. En anders gingen ze met een Mobimax, al was dat waarlijk duurder. Mina wilde nog wel Horsten naar om met Anna op te zoeken en aan te spreken. Anna was geholpen aan de galbloze. Het was allemaal een mirakel, met de Ze had er niet veel last meer van. Het was winterdag, aan de andere kant van Darp. Mina woonde in een van de buurtschappen in een klein huisje. Ze was alweer joren alleen. Anna woonde in dezelfde nobelschap als Mina. Als Mina naar Darp ging, kwam ze altijd bij Anna langs toes. Anna was nog maar een paar jaren alleen. Mina had de kinderen gevraagd of er de een met uur met wil gaan. Mijn auto nooit zegenoeg. Maar dat zou je dan niet hebben. Geen ene kon het toevallig wachten. Ze werken allemaal, ze konden niet iedere keer een halve snipperdag nemen. Dan was ze daar zo duur. Mina vond het niet slim. Zei ze tenminste. Maar in de hoed vond ze het jammer. Het was altijd zo lekker, makkelijk en goedkoop dat er een van de kinderen wil metvoeren. Maar de Mobimax was er natuurlijk ook nog. Dan kon ze gewoon in stoen waar het ze wilde. Dan had ze met geen mensen wat te schaften. Het nodeel van de Mobimax was dat je niet precies wisten hoe laat hij te kwam. Of je reed eerst het halve dag voor hij kwamen waar ze wollen De ene keer was Mina nog niet eens aan het en dan stond ze er al. En de andere keer zat Mina al drie kwartier kloor met de zondagse kleren. En was het er nog niet? Nee, alles kon je er nog niet altijd van op aan. Het was ook al eens voorkomen dat Mina en Anna met zich beiden naar de broed te wonen op een avond. Toen zat er net toevallig een heel onbekende chauffeur op de Mobimax en wist nergens de weg, en het was al zowat half tien toen Mina en Anna op het feest waren gekomen. Maar nog slimmer was dat dezelfde chauffeur er om tien over half elfde alweer aankwam. Om de beide dames weer naar hoest te brengen. Dat was een tegenvallen. De beide hadden op een hele avond gerekend en door ook nog een toetendone daan voor het bruidspaar. Nou ja, de chauffeur had het ook niet kunnen helpen, hij deed zijn beste. Maar deze middag was een Mobimax vroeg genoeg. Roem voor het spreekuur hele al stille bij de van de ingang van het ziekenhuis. Ondanks dat het koud winterig winterweer was, stonden toch boeten een stuk of wat leu, zo te zien een zeker en gezonde leu, een sigaretten te roken. Mina vond dat raar. Roken bij een zekenoes vond ze hetzelfde als vleuken in de kerken. Mijn chauffeur sprak ze af dat den over twee uur weer zal wezen. Hij zal het proberen. Mina was dus veel te vroeg voor het spreekuur. En ging zolang in de wachtruimte, niet zo wit van de ingang, zitten. In het weekend, vlak bij de wachtruimte, kocht ze voor Anna een fruitbeksken. Ze ging zo zitten dat ze goed kon bekijken, weer te binnenkwam en weer te weer uitging. ging. Nou, daar zat ze dan, met het fruitbeksken op haar brede schoot, te wachten totdat het spreekuur begon. Heere mensen, wat nu droogten, En de hopen kennen dat ze zag. Zo liep waarachtig haar neven Frits ook nog. Wat zal die man Frits zag haar ook. Tante Mina, wat doet die hier? Waar kom je voor? vroeg een nieuwsgierig. Ik wolle naar de buurvrouw, naar Anna. Misschien ken je ze wel, zei Mina. Nee, Frits kent ze niet. Wat, ken je ze niet? Dan is je door en door met de trouwen wis. Mina neemt de hele familie op. Frits kent ze niet. Maar wat heeft uw buurvrouw Anna dan? vroeg Frits. Hij kreeg geen antwoord meer. Mina keek op haar horloge en zag dat het spreekuur al was begonnen. Kom er eens een keer achterin kijken, zei ze nog tegen neven Frits. Toen liep ze met het fruitbeksel naar de balie. Bij de balie vroeg ze naar het nummer van de kamer waar Anna lag. Met Anna ging het zo goed, die was s'monds ontslagen en was weer toes. Voor Mina zat er toen niks anders op. Dan wachten op de Mobimax. Toen dat er was, liet ze zich ermee naar Anna brengen. Mooi, dat je de punt, maar dat fruitbakje was niet nodig geweest, zei Anna. En ze zei ook nog: Ik heb u vanmiddag wat langer zien komen met de Mobimax. Ik vroeg mij af, waar zal Mina eigenlijk heen gaan?